Goedemorgen jongens, welkom terug. We hebben een hele mooie motor staan. Ik moet wat harder praten, die microfoon is volgens mij niet goed. Qua klachttaal van mensen, harder praten, gaan we doen, gaan harder praten. We hebben hier een dikke machine staan. Wat moet het anders zijn? Een Honda, de XLV 1000C Faradero. Een stier is het, een stier op twee wielen. Voordat ik jullie ga vertellen wat we met de motor gaan doen, wil ik jullie een rondje om de motor doen. De achterkant is los, vertel ik jullie zo. Hij is wit, waarschijnlijk is het een politiemotor geweest. Ja, dat zijn de beste motoren om te gebruiken, om de hele dag door te rijden. En verschillende mensen, want die agenten, sommige van die agenten kennen niet rijden. Schakelen kennen ze niet, dus daar moet je een Honda voor hebben. Dus een kanon gewoon. Een mooie voorkant. De voorkant van deze type is ietsjes nieuwer dan de oude type. Je kan hem herkennen aan de voorkant. Hij is wat scherper, de koplamp. Het verschil tussen deze en de oude type. En wat nog meer de verschil is tussen deze en de oude type is... Dit is een injectiesysteem en de vorige was een carburateursysteem. De carburateursysteem was wel eens bekend. Hij wou wel eens gaan hakken. Hakken bedoel ik bij het rijden. Hij was zenuwachtig. Hij was aan het schudden, aan het dansen. Dus zo rijdt de vorige model. En de vorige model verbruikt ook veel meer benzine. Vergeleken met deze. Deze injectiemodel is een stukje zuiniger. En hij blijft alsnog benzine gebruiken. Het is geen zuinige motor. Maar je kan niet alles hebben. Je kan niet een zuinige motor hebben. En je kan niet een sterke motor hebben. Je kan niet een mooie motor hebben. Hij heeft verschillende punten. Op zijn kwaliteit staat hij gewoon op zijn 10 plus. Op zijn allerhoogst. En qua benzinegebruik geven we hem een 7. Qua uiterlijk. Ik zelf geef hem ook een 8. Ik vind hem best wel een mooie motor hoe hij eruit ziet. En qua rijden, het is een zware motor. Het is een motor die weegt gewoon 280 kilo of 275 kilo. Ik heb een aantal van deze machines gehad. Ik zelf 275 kilo weegt zo'n ding volgens mij. En wat voor pk had zo'n ding? Hou me nergens aan vast. 95 pk of 100 pk. Rond de 100 pk. Nog geen 100 pk. 97 pk of 95 pk zo'n ding. Super mooie machine. Mooi dikke dubbele schijfrem. Een dikke twee cilinder. Gewoon een V-blok. Twee cilinder, een dikke jongen. Echt een kanon van een motor. Deze motor is ook niet voor beginnelingen. Niet dat je moet schrikken van de snelheid. Nee, het is een zware motor. Het is een zware motor. Al rij je 10 jaar lang, al heb je 20 jaar lang motor gereden. Als je nooit verschillende motoren hebt gereden, dan wordt hij moeilijk. Ik heb in mijn leven, ik heb zeker 250 motoren gehad. Eigendom motoren die van mezelf zijn geweest. Sinds dat ik motor rijd. Als jij zeg maar één type motor hebt gehad, waar je altijd heel lang hebt mee gereden, en dan stap je naar deze, is het een rare motor. Is het een super zware motor, je kan er geen bochten mee doen, maken, je kan er helemaal niks mee. Maar ik vlieg met dit ding. Gewoon door de poort heen vliegen, trapje op, trapje af. Ik ken dit soort motoren, want ik heb ze vaker gereden. Ik heb verschillende motoren, verschillende zware motoren gehad. En ik ken hem. De motor staat hier. Zo'n blok gaat nooit kapot, daar staat hij niet voor. Wat we aan de motor gaan doen is, hij lekt. Wat lekt het? Hij lekt bij de uitlaatpakking. Om een uitlaatpakking te vangen, je ziet het, dan moet de hele achterkant los. Hij heeft twee blaaspijpen. Hij heeft links als rechts heeft hij van die blaaspijpen, die moet er vanaf. De voorbocht moet vanaf en loop met deze kant om. Kijk, hier sluit je die blaaspijp op en hij komt op een bocht bij je cilinder. Hij komt op een bocht bij de cilinder. Hij voor de blaaspijpen. En er gaat een mof op. Kijk. Hier, dit zijn de pakkingen. Als je kijkt, de vorige pakking. Helemaal naar de knoppen. Dit is de pak. Dit zijn de pakkingen. En kijk wat voor klemmen ze hebben gebruikt. Deze klemmen, die ken ik. Waar ken ik ze van? Mijn vader heeft ze ook. Hij heeft ze hangen aan een schotel. Mijn vader heeft Arabische zenders. En dan heb je zo'n ding. Daar ontvang je om die schotel even aan die pijp vast te monteren. Dus er hoort eigenlijk zo'n klem op. Geen probleem, maar die klem heeft mijn werk gedaan. Als we dit hebben in orde gemaakt, dan gaan we kijken waarom de tankmeter niet doet. Hij is bekend, onder heb je een stekker. Die stekkers gaan vaak kapot. En dan doet de tankmeter niet. Maar we gaan hem eerst in orde maken. Jullie, jongens, jullie zien hoeveel werk er aan zit om even een bochtje te maken. Je bent gewoon een dagje heb je werk aan. Vooral die onderstandaard, die zat helemaal vastgerot, moesten we hakken en kloten. Dat was echt super veel werk. Dus de onderstandaard, die hebben we gelijk weggegooid, want die was ook geroken. Daar had hij helemaal last van. Er vanaf gehad. En nou gaan we
hem in orde maken. Ik heb ze gisteren ingespoten, die schroefjes. En we gaan kijken of er nou wat beweging in zit. En dan gaan we die mof monteren. Het is een leuke motor. En ik vind het een ideale motor. Een leuke. Maar het is wel een zware motor voor op de snelweg. Is het een kanon. Oh, er komt wel wat beweging in. Hier, de kijk wel goed bewerkt. Dit is een ring voor de voorkant. Bij je cilinder. Kijk. Ik pak even zaklantaarn uit erbij. Even wegkijken. Kom hier. Kijk even hier, kijk. Ik ken hem daar, ik kan beter kijken. Zie je die bocht daar? Een duidelijke bocht. Kijk, dat moet. Kijk, als grote. Hij gaat eromheen. En dan lopen we van de voorkant. Die ring voor ziet er goed uit. Nu heb je een ring, die ziet er goed uit. Even kijken. Ik geef hem ietsjes meer ruimte nog. Ik wil die pak niet vallen. Hebben we niks aan. Want die mond maakt het iets wijer. Dus geen probleem. Waarom maak ik het iets wijer? Ik wil die pak niet beschadigen. En hij wordt zo aangetrokken. Dus als maak je hem iets wijer, dan. Hij wordt door elkaar gepest als je hem aandraait. Ah jongen, ingenieurs heb je hier jongen. Pak een hamertje bij. Rustig. En dan gaan we rustig naar boven tikken. We moeten ook in de gaten houden aan de voorkant, dat die aan de voorkant goed zit. Anders krijg je gekloot. Het is een aardige klus. Waarom het ook een aardige klus is? Zie je wat er gebeurt nu? Zie je hem of niet? Ja. Oh, maar dan ga ik tik hem even nog verder in.
Die zit daar. Kom hier aan de voorkant. Oh. Appa. Wat ik ga doen. Wat ik fijn aan Honda vind, die schroeven, niks braken. Alles was gewoon supergoed. Ondanks die motor wat ouder is, hij dateert denk ik uit 2005, 2006. Ik denk dat die motor zeker 10 jaar oud is. En hij heeft goed werk gedaan voor de Nederlandse staat. En ondanks dat, alles ziet er gewoon keurig netjes uit. Ik doe er een beetje kopervet op. Want voor de volgende keer had hij makkelijk op als we daar nog een keer moeten wezen. En ook trouwens, deze, wat ik van de jongen hoor, hij zegt: Isa, ik ga met deze motor inshallah naar Marokko toe. Dit jaar gaan ze naar Marokko met een groep jongens met deze motor. Maar ik zeg: jongen, ik zeg: Pik, naar Marokko toe rijden. Hij zegt: heb ik de juiste motor voor? Ik zeg: heb je de juiste motor voor om naar Marokko toe te rijden? Maar ik zeg: heb je de ervaring om naar Marokko te rijden? Ik zeg: even een ritje maken naar Marokko. Is toch heen en terug. Joh, een beetje rijden daar. Je bent zo 7000 kilometer verder, hoor. Kijk. Ik heb een kopervet ingesmeerd. Het pakje zit er goed op daar. En dan gaan we die zo aantrekken. Nu voordraai ik hem nog niet helemaal aan. Ik geef me nog. Ik laat wel wat speling erop. De uitlaatbocht nog dat ik nog beweging in kan krijgen. Kijk, het is ook maar goed. Het is goed. Dit is veel werk. En vooral die standaard en zo. Je moet onthouden. Wat ook moeilijk heb gemaakt, kom maar hier lekker zien. Die motor heeft ook een kofferset. Die heeft ook beugels. En die beugels moeten los. Die beugels die komen hier zo, die allemaal gemonteerd. Het is echt veel werk. Door die beugels kreeg ik die zijkappen niet los. Anders was het een stuk minder. Die standaard, er zijn allemaal dingen kwamen, werkte er gewoon tegen. Maar het is geluk, want Ik zou jullie een geheim vertellen van sleutelen. Het geheim van sleutelen is, het kan zo zijn dat je bezig bent. Dit is echt voor de mensen die verstand hebben van iets. Mensen die geen verstand van hebben, moeten vanaf blijven, moeten gewoon komen brengen, dan doen we het voor jullie. De prijzen zijn goed, de service is goed, het is gewoon bij ons goed hier. We doen ons best voor ons aantal. Is het niet goed, klop je weer aan. Isa, het is niet goed, weet je netjes zo maakt, doen we voor je. Dat zijn twee wielen nooit bekend om. Maar als iets niet lukt, het kan, of je komt er even niet uit. Dan zet je hem gewoon even aan de kant, die motor. Dan ga je met een andere klus verder. Dan ga je morgen verder. Want als jij met iets bezig bent, je bent gefixeerd op dat. En heel vaak gaat het gewoon niet goed. Laat staan, anders ga je dingen slopen. Morgen gaan we verder. Neem de tijd ervoor. Spuit in, wil de schroef niet los. Of lukt het even niet, kom het even niet uit. Laat maar staan. Een andere klusje doen, dat je bijkomt. Morgen of eind van de middag gaan we verder. Dat is het geheim als iets niet lukt. Maar als iets niet lukt, dan moet je niet doorgaan en lopen kloten. Nee, dan ga je dingen stoken, dan ga je fouten maken, dan ben je nog verder in huis. Ik duw nou die klem voorzichtig naar boven. Inspuiten. Die schroef heb ik gisteren ingespoten en heel laag in laten trekken. Het kan zo zijn, iets niet los gaat. Niet hakken, inspuiten, morgen verder. Geen haast. Als iemand wil dat de motor goed gemaakt wordt, dan moet hij tijd voor hebben. We gaan niet lopen haast, dan lopen kloten. En dan gaan we weer aan de voorkant toe. Wat moet hij nou, man? Ik moet even terug, man. Kom maar, goed door blijven, man.
Morgen twee wielen Noord. Ga ik hem zeggen. Ja. 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 Nee, het is juist goed voor je band. Hij balanceert ook je band. En als je zeg maar door zit, zeg maar, als jij je band ooit een keer wil vervangen, je haalt hem los, dus is het ook niet rommelig. Want bij dat andere schuimspul wat je erin spuit, dan krijg je een rommel achteraf. Maar bij dit niet. Dit blijft gewoon, dit is gewoon een soort lijmlaag wat er aan de binnenkant van je band komt. Bijvoorbeeld als je over een spijkertje heen rijdt. Ik ben met die motor, ik heb het ook in mijn eigen motor gebruikt en dan ben ik naar Marokko toe gereden. En als je door een klein spijkertje heen rijdt en dan hij dicht zich automatisch. Nee, je merkt het eigenlijk niet. Hij maakt het, tenzij je op een hele dikke spijker rijdt, gewoon echt een gat maken of een scheur, dat doet hij niks. Het gaat echt om gaatjes. Nee, ik heb zelfs filmpjes gezien van dat spul, dat er iemand met een klein boordje, heeft hij gewoon door die band heen geboord. En hij dicht zichzelf. Nee, dat is een ander filmpje in Amerika, die dat spul promoot. Heb ik een keer filmpje gezien. Hou me nergens aan vast. Ik denk dat de spul €15 kost per busje. Ja, gewoon iedere band een busje. Ja. 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 Ik moet eerst even kijken wat het precies kost en dan kan ik een keer zeggen hoe en wat. Maar als dat spul erin moet. Dan moeten die banden mogen die niet vanaf. Die banden moeten gewoon op de motor zitten. Zodra het erin groter wordt, dan moet je gelijk gaan rijden met de motor. Wat gebeurt dan? Door te rijden, smeer je door de hele band heen. Spijt zich over de hele band heen. Dus je kan niet met de losse band komen. Dus als je komt, dan moet je gewoon met de motors komen. Dan kan ik het erin doen voor je en dan gaan jullie een stukje rijden. Dan gaat hij door de hele band heen. En tegelijkertijd, hij balanceert ook je band. Dus het is niet zeg maar spul dat op één kant blijft hangen. Ik bedoel, als je zegt ik ga mijn band vervangen, ja, dan moet je het weer opnieuw doen. Ja. Ja, ja, precies. Ja, precies, ja, 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 ja. Ja, voor en achterband. Ik ga het zo nakijken voor je. Ik zit nu midden in een klus. Als je mij met een half uur terugbelt, dan weet je meer. Is goed, dankjewel jongen. Hoi. Hoi, Adamster. Kijk, mensen bellen overal vandaan. Deze man belt, hij zegt, ik heb je al gezien op YouTube. Hij zegt dat jij speciaal spullen in banden doet. En dan zeg maar, dat maakt een band dicht, zeg maar. Dat is het spul wat we in ons motor hebben, in die kava toen we naar Marokko gingen. Voorzichtig, om en om. Niet in één kant, is om en om. Eerst spuit je. Eerst draai je deze kant. Dan gaan we weer aan die kant. Deze. Appa, die zit vast. En nu gaan we weer terug naar de achterkant. Vast is vast, joh. Appa. Die zit lekker vast. Gaan we even kijken naar die uitlaat. Naar die uitlaatpijpen. Kijk, daar zitten ze er ook in. Die ziet netjes uit. Die gaan we niet. Deze is goed. Gaan we de andere kant even beter pakken. Ziet er mooi uit. Vangen we niet. Die ziet netjes uit. Maar. We hebben wel problemen met die klemmen.
een van deze klemmen is gebroken. We hebben een speciale uittrapklemmen nodig. Die klemmen zijn op. Ik moet klemmen hebben. Dit gaat... Nee. Jongens, ik ga jullie ophangen. Als er wat bijzonders is met de Faradero 1000, laten we jullie het zeker horen. Dus ik ga even naar automateriaal. Ik heb geen... Het is vandaag zaterdag. Ik kan niks bestellen. Ik ga klemmen bestellen. Ik ga klemmen kopen. Voor de uitlaat. Anders kijk ik niet verder. Jongens, ik ga jullie verlaten alsjeblieft.